Ja, nou, het gaat over ja, topscore van Vitesse schijnbaar. nou, ik denk dat mijn allermooiste wel is Excelsior uit. Ik denk eerste seizoen voor mij hier bij Vitesse. En een afstandsschot, een volley. En die vliegt er fantastisch in. Dus ik denk dat dat mijn mooiste is. Ja, weer een uittrap van Remco. Je weet dat hij heel ver kan trappen en zuiver kan trappen. Uiteindelijk komt hij een beetje met geluk bij mij. Ja, en dan, het vervolg is mooi en daar ben ik blij mee. En dit is Brian Linssen, maker van mooie goals. Zijn tweede in dienst van Vitesse. Heb jij ook nog een ander doelpunt waar je hele bijzondere herinneringen aan hebt? Het is niet zo dat ik echt waarde hecht aan een bepaald doelpunt. Voor mij is het gewoon belangrijk, zowel dat het een belangrijk doelpunt is. En dat je door die goal de overwinning pakt. Nou, ik zie nu een goal van Zwolle voorbij komen. Gewoon een belangrijk moment, 0-0 is het. En dat is de 1-0, daarmee breek je een wedstrijd open. En het zijn belangrijke goals en dit is ook wel mooi. Wat gaat er precies door je heen op het moment dat je scoort? Of is dat ook per wedstrijd verschillend? Ik heb wedstrijden gescoord waar het eigenlijk nergens mee om gaat. Waar het al 2-0 is of iets dergelijks. Of heel vroeg in de wedstrijd. Dat je zoiets hebt van oké, het is nog niet zeker dat je wedstrijd gaat winnen. Dus dan komt er nog niet zoveel emotie vrij. Ik heb bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Fortuna, 2-8 dit seizoen. Waar ik in de 80ste minuut 2-2 maak en in de 32ste minuut 3-2. Dan ga je eigenlijk van verliezen, binnen 2 minuten keer je de wedstrijd om naar winst. Daar is Linssen weer! Daar is Linssen weer! Daar is Linssen weer! Daar is Linssen weer! Hoe is het mogelijk? En ja, dan komt er wel heel veel adrenaline en ja, vreugde in je op. En dat uit je dan ook. Een van jouw sterke kanten is natuurlijk je hoofd en kopkwaliteiten. Daar heb je echt wel mee bewezen ook gewoon veel doelpunten te kunnen maken. Hoe is dat precies gekomen? Nou, het is eigenlijk best wel graag gelopen. Ik heb eigenlijk nooit in mijn carrière echt kopdoelpunten gemaakt. Wel sporadisch eentje binnengekopt, maar niet echt dat je zegt van oké, dat is kwaliteit, zeg maar. Dat is gewoon, soms gebeurt, kopt iemand en het kan ook geluk zijn. Op een gegeven moment kreeg ik een beetje door dat ik redelijk kon koppen. En toen gingen we bij Groningen een variantje met corner oefenen. Ja, en dat leverde gelijk een doelpunt op van mij met mijn hoofd. En vanaf toen ben ik er ook zelf in gaan geloven dat ik gevaarlijk ben met mijn hoofd. En ging ik er iedere keer vol voor. Ja, toen ben ik hier bij Vitesse gekomen en daar wisten ze het nog niet. Raymond van der Gouw, de keeperstrainer, die doet de stilstaande situaties. Heb ik in de voorbereiding moest ik op de 16 meter staan in plaats van koppen. Heb ik hem aangegeven dat ik goed kan koppen. En de eerste wedstrijd dat hij zei van nou, dan gaan we maar eens proberen. Kopte ik hem gelijk binnen, oefenwedstrijd bij Sparta Praag volgens mij uit. En toen zei hij, oh, je kan echt goed koppen. En vanaf toen ben ik nooit meer weggegaan. En ja, als je kijkt hoeveel kopdoelpunten heb ik hier gemaakt bij Vitesse, dat zijn er nog wel wat. Naast dat koppen is eigenlijk dit seizoen een soort van nieuwe handelsmerk misschien wel ontstaan. Samen met Remco Pasveer, Gouden Duo. Ja, hoe ging dat? Nou ja, het is zo dat ik kan goed koppen. Dat is vorig jaar een heel goed wapen voor mij geweest. Dat ik daar heel veel goals uit heb gemaakt. Dan ga je, een tegenstander die weet dat, die gaat zich erop instellen. Dus je moet andere manieren gaan vinden om weer tot doelpunten te komen. En natuurlijk ga je nog wel eens met de kop scoren. Alleen, ja, omdat de tegenstander zo goed op ingespeeld is, wordt het steeds moeilijker. Dus ga je iets anders zoeken. Nou, Pasveer, we hebben het bij de eerste goal bij Excelsior gezien. Die hebben een fantastische trap. Dit had ik al bij Heracles met hem. Nou, en hier hebben we het besproken en zijn we erop gaan trainen samen. Mijn loopactie, zijn schot, paas in de diepte. En hebben we dat veel getraind. En uiteindelijk werpt dat zijn vruchten af en scoor je daardoor gewoon 3 of 4 keer. Linssen langs Haan en dit wordt 2-0. Doelpunt van Linssen. Ja, bij Heerenveen kijken ze nu vragen naar de assistent scheidsrechter. Maar dit was absoluut geen buitenspel. En dit is toch ook iets wat we deze competitie al veel vaker hebben gezien. Assist Pasveer, doelpunt Linssen. Dat begint toch een eigenaardige tandem te worden. Pasveer en Linssen. Het is een ultiem moment van keeper. Een assist geven op een belangrijk moment. En als aanvaller voor mij is het gewoon lekker dat je scoort. Heb jij ook nog een bepaalde manier van juichen? Ja, ik heb wel een bepaalde manier van juichen, ja. Dat is toch of dat ik vaak mijn armen zo uit elkaar doe en dat ik zo ga lopen. En ja, dat doe ik eigenlijk bijna altijd wel.
zoek je dan ook contact nog met bijvoorbeeld degene van wie je een assist hebt gekregen? Of, Ja, nee, dat doe ik wel. Meestal, ik ga hem wel ik altijd bedanken. Ja, dat hoort er wel bij, denk ik. Ik denk, voetbal is een teamsport. Ik kan niet alleen die goal maken. Ik heb er ook mijn teamgenoten voor nodig. En als ze me die bal goed aanspelen of ik hun, ja, dan hoort er wel eventjes een bedankje bij, denk ik.